Je ziet er niet uit vandaag. Ja, dan komen we toch bij het moment suprême. Green Note. Maar ja. Wat van Green Note? Een cordless vacuum cleaner. Ja. Super, super leuk weer. We mogen voor Green Note deze vacuum cleaner gaan reviewen. Dit is de GSC60. Draadloos, dat vinden wij erg handig. Ja, ik vind dat heel erg fijn, want ik vind het bloedje irritant als er zo'n draad en je moet de hele tijd en redt hij het weer naar het andere stof, naar het andere stopcontact. Stofcontact. Naar het andere stofcontact. Ik vind het wel leuk verzonnen. Ja, stofcontact. Stofcontact. Er zijn een paar dingen die we belangrijk vinden aan zo'n stofzuiger en een van de dingen die ik super handig vind. En ik me erg aan irriteer als die er dus niet op zit, is een lampje. Ja, zo simpel kan het zijn. Maar ja, je komt toch soms in bepaalde hoekjes waarin je het niet goed kan zien. En een lampje geeft dan heel duidelijk weer of er inderdaad stof ligt die je met het blote oog niet ziet soms. Je zou net zo'n avond hebben vacuum bij moonlight en je ziet niks. Ja, toch? Stop. Ja, maar dat is gewoon. Ja. Ja. Dus je hebt inderdaad een superhandig ledstripje op de stofzuigvoet. Daarnaast heeft hij drie standen, 10.000, 22.000 en 33.000 PA. En dat staat voor de zuigkracht. Dat is natuurlijk super handig als je in één keer een hele pot rijst laat vallen. Dat je op 33.000 PA gewoon alles in één keer kan opzuigen. Ja, dat weet ik nooit, hè. Daarnaast is hij in 3,5 uur met de fast charger opgeladen. En wat ook erg handig is dat je de steel kunt uitschuiven. Voor de grote en de kleine mens onder ons. Zeker. Ik bedoel, we moeten Jesse Silver ook alvast een beetje opvoeden, hè? Dus huppakee. En hij vindt het leuk ook. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, laten we hem openmaken. Let's do it! Bam! Kijk. Niet zo hard. Doe rustig. Hey. Een zakje. Voor alle accessoires. Even kijken of ik dit een beetje zo kan zien. Zo zit het netjes ingepakt in de doos. De doos klinkt me bijna uit, maar dat maakt niet uit. Eens even wat kijken. Dat is altijd leuk, hè? Het zit allemaal in alle accessoires. Ja, super. Voor de hoekjes. Dat is één. Ja, de hoekjes en de, waar je niet bij kan, zeg maar. De onder en zo. Precies. De hoekjes waar je niet bij kan. Onderdeel van de steel. Mooi kleurtje ook. Een andere steel. Maar op mijn neus. Ik vind het. Als je Pinocchio bent, je ziet er niet uit vandaag. Zo. De accu, denk ik. Oh, ik dacht een. Dat je even. Of je, ja, even kijken of je wel suitable bent om vandaag te kunnen stofzuigen. Wat gebeurt hier, jongens? Misschien hadden we dit, hij gaat hier onderdoor. Oeh, gaan we eerst de deur door met de andere. Altijd handig. L'adapter. Oh! Gewoon, we zijn er nog niet. Nee! Er is een verrassing. Ik mix de 10 in 1. Ik heb de... Komen we zo op terug. Deze altijd handig. Altijd handig. Dat is het trapborsteltje onder andere. En voor de plinten, dat je niks beschadigt. Oh, dit is de grote voet. Tuurlijk. Kijk. Oeh. Kijk zo. Dat is ook weer zo handig. Dat je gewoon om zeg maar de moeilijk begaanbare hoekjes te komen. Ja, maar dan gaat hij gewoon een stuk soepeler dan dat je alleen maar zo'n statisch ding hebt. Ach, kijk nou. De voet. Precies. Kijk, de slang. Nou, dan hebben we drie filters. Ook heel belangrijk. Sowieso voor iemand zoals ik met allerlei allergieën is dat erg fijn.
Ja, dan komen we toch bij het moment suprême. Hoppakee. Ja, de accu zit er natuurlijk niet aan, maar dit is wel al prima te doen. Oh, het is heel licht. Nou, nog iets interessants. Als je even de hoek om moet. Ja, als er iemand in de weg staat. Ja. De doos kan uit. Nee, vrede borsteltje. Dat is niet om jou... Nou, super zeg! Zo, alles bij elkaar. Het bedborstel, de filters, de accu, de hoofdmachine, de elektrische vloerborstel, de wandbevestiging, de 2-in-1 combinatieborstel, de haarborstel voor huisdieren, het schoonmaakborsteltje en hiermee kun je de haren voor ons vrouwen of mannen met lang haar, kun je de haren uit de borstel trekken, de telescopische buis, de verlengbuis en de verlengslang. De zogeheten langstro en het klap op de vuurpijl, de flexibele spleetzuigmond. Niet te vergeten de adapter en de garantiekaart. Deze filters die zijn dus extra, want heel netjes, er zitten ook al filters in voor het legen. Tadaa. Makkelijker kan het niet. Makkelijker kan het niet. Je haalt deze eruit, even draaien voor het schoonmaken. Dan is het zo dat je niet deze filter er hier aan doet, maar wat je doet is... Klik, hatsenflatsen. Dan zit hier de filter in. Kan jij even vasten? Zeker. Dankjewel. En de filters die kan je schoonmaken met water, daarna wel eventjes 24 uur weer laten drogen. Maar dat kan dus. De andere zit hier verstopt. Dat is deze. De accu, denk ik. Dat lijkt me een handige. De accu. Er zitten gleufjes. Even flink. En dan zit hij vast. Hoe zwaar is het nu? Ja, dat is wel prima te doen. Ja. Hier zit een knopje om hem weer los te maken. Hiermee zet je hem aan. Het display. Zoals je ziet heeft het gewoon een touchscreen. Ja, ik vind hem echt fantastisch. Een lichtje en een touchscreen, jongens. Ja. Oh, maar goed. Oké, laten we hem in elkaar zetten. Het eerste onderdeel. Dan de telescopische buis. Power down. Bam. Where you gonna call? Green note. Let's go. Ik vind het zo'n handig systeem dat hij gewoon blijft staan. Je hebt heel die muurbandbevestiging niet nodig. Nee. Schat, jij wilde de ruis, toch? Oh nee! Oh nee! Hadden we nou maar een goede stofzuiger. Zo, alles weer schoon. Je bent nog een beetje wat vergeten daaronder. Oh, moment. Gaan. Ook al ziet onze trap er op dit moment nog niet echt uit, willen we hem toch niet beschadigen. Als we deze twee boefjes nog hadden gehad, was deze extra makkelijk geweest. Maar we kunnen hem natuurlijk ook gewoon gebruiken voor de bank. Te klaren naast onze nieuwe kast. Of we vouwen hem gewoon weer even een beetje recht, want ja, het is niet voor niks een flexibele buis, hè? Voor tussen de bank is deze misschien wat handiger, want die is gewoon stevig. En de bedborstel, die gaan we eens even uitproberen. Ja, ik denk wat wel handig is bij deze voet heeft een borstel wat meedraait. En deze
Dus vlak op het matras en op het dekbed blijft. Dus zo sluit je hem dus af, heb je de maximale zuigkracht. Het borsteltje pakt al het stof en de haartjes. Dus ik denk dat die echt wel super fijn is inderdaad voor het bed. En ik vind deze ook heel uniek, want die zie ik er niet overal bij. Nee, dit is de eerste keer dat ik hem zie inderdaad. Nou, volgens mij hebben we alle accessoires gehad. Maar nu je alles hebt schoongemaakt, denk ik dat de borstel ook alweer aan schoonmaak toe is. Denk het ook. Handig knopje. Klik hem eruit. Draaien. En zo trek je hem eruit. Dat is handig zeg. Ja, en als er dan dus allemaal haren tussen zitten, heb ik begrepen van jou, dat deze dus zo. Ja, zo trek je alle haren eruit. Want ja, die gaan er natuurlijk omheen wikkelen en dat... En hier zit dan ook... Oh, kijk, daar zit een... Kijk, daar zit een heel klein mesje in. Die precies door alle haren heen snijdt. Super handig. En zo zetten we hem weer terug erin. Nou, ik denk wel dat we kunnen stellen dat wij enthousiast zijn. Ik ben heel enthousiast. Ja. De Greenode GSC60 10 in 1 draadloze stofzuiger. De accu die gaat 55 minuten mee, 13 minuten op de hoogste stand, 20 minuten op de middelste stand en wel 55 minuten op de laagste stand. 4-in-1 filtersysteem, zodat alle stofdeeltjes en voor de mensen die allergisch zijn voor stof, huismijt, dat soort dingen, dat het opgezogen wordt en in het filtersysteem blijft zitten. Ja. Goed schoon te maken, alle accessoires voor je hele huis. Kortom, we hebben er weer een krachtige hulptool bij. Ja, ik ben er blij mee. En hopelijk vonden jullie dit weer een leuke review, een leuke unboxing. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. Zodat Precies. je weer een van onze andere video's te zien krijgt. En voor nu bedanken wij Greenode. Kijk zeker op de website. We zullen de link zetten in de beschrijving. Ja. En dan zien we jullie weer heel graag bij de volgende video. Tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao.